Heerlijk. Mijn voeten in het water. Het is 38 graden hier. En we zijn in de hoofdstad van Brazilië. Brazilia. En dit is de overkant van Brazilia. Brazilia is gebouwd in 1960. Omdat de president toenertijd het een leuk idee vond om het land te herenigen. Nou, herenigen is niet het goede woord, maar om ervoor te zorgen dat alle provincies goed bereikbaar zijn. En daarvoor had hij Brazilië verzonnen. En Brazilië is dus in het midden van Brazilië gebouwd. En het ziet eruit als een vliegtuig, dat kan je nu niet zien. Maar de president wilde dus ook een natuur. En dit is het Artificial Lake. Ik weet het niet meer in het Nederlands. Maar daar zitten we dus nu aan. En we zijn niet alleen. Want dit zijn mijn vriendjes. Hallo. En die kennen jullie al. En dit is Mirjam. Hi. Hallo. Mirjam is onze chauffeur voor vandaag. Okay. Is onze oh shit. Is onze chauffeur en die laat ons Brazilia zien. Nou, dat was het weer. Doei.